Gewezen president-commissaris van Telesuur, Gardelito Hewaki, is gisteren in de megafraudezaak van de Surinaamse postspaarbank SWSB aangehouden. Dit bevestigt zijn raadsman Merwin Dubois tegenover onze redactie. De jurist geeft aan dat de verdediging het oneens is met de aanhouding en bezig is de zaak aan te vechten. Naast de gewezen president-commissaris zitten ook de ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosuto, en directeur van Ginley NV, Brian Jurgens, achter de tralies. Hewaki moest 13 april voor de rechtercommissaris verschijnen om zich te verantwoorden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie, het benadelen van de staat, verduisteren van geld, valsheid in geschriften, oplichting en het witwassen van geld, knevelarij en verduistering. Hewaki zou onder andere een forse lening van de SPSB hebben gekregen tijdens het vorig regime. Dit zou via de leiding van de bank bewerkstelligd en uiteindelijk nooit zijn terugbetaald.